En als je dan door deze nieuwe wijk van Almelo, want dat is het tenslotte, loopt of fietst, dan voelt dat helemaal niet als nieuw. Dan voelt dat als heel vertrouwd. Maar dat komt ook denk ik omdat aan de ene kant de historische elementen prachtig zijn behouden. Het gaat hier om 34 appartementen. Het zijn de eerste appartementen in deze ontwikkeling, Almelo Indië. We zijn hier eigenlijk in 2004 echt begonnen met de bouw van de woningen. Er staan er inmiddels nu 150. En dus nu de start van de 34 appartementen. Ruim 90% is inmiddels verkocht. En om heel eerlijk te zijn, er zijn er nog twee die nog vrij zijn. Dus als mensen nog willen kopen, dan is enige haast wel geboden. Dit is ongeveer de afsluiting van fase 1. Hierna komt fase 2. Daar zijn we nu volop mee bezig. Hier achter u komen de waterbekken. Om ook de infra wat meer impact te geven. En er komen nog wel mogelijkheden. Maar dat is de tweede fase. Daar zitten nog wat kunstenaars. Hoe lang kunnen die daar nog blijven? Nou, wij proberen dat nog wel even vol te houden. Zij zitten ook voor een deel in het stuk wat ook gewoon blijft bestaan. Zolang dat nog kan, kunnen ze daar nog zitten. En we vinden het ook leuk. We vinden het ook mooi dat we op die manier ook kunnen bijdragen. En dat we ze op die manier een plek kunnen geven. Ja, ik begrijp dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over de Kalverstraat. Nou, ik vind het leuk om te zien dat mensen zich zo betrokken voelen. Waar eigenlijk de onduidelijkheid is ontstaan is dat er niet een wijziging van plannen is. Dat dit altijd eigenlijk al vanaf het begin af aan de bedoeling was. Wij zijn voor behoud van het industrieel erfgoed. Dat creëert ook deze wijk. Dat helpt ook. Dat helpt ook voor de toekomstige bewoners om er een mooie wijk van te maken. Dus wij proberen zoveel mogelijk te behouden. En dat gaan we ook gewoon voortzetten. Dus wij doen nog steeds volgens plan. Alleen er is iets wat ophef overgekomen, maar dat was niet helemaal terecht waarschijnlijk. Nou, als u nu ziet, dan kijkt u nu op de sheddaken die blijven bestaan. Achter u staat de watertoren die ook blijft bestaan. En als u wat verder het plan oploopt, hebben wij zelf ook als familie in geïnvesteerd. Dat is de spoelerij. Dat is ook een oud industrieel erfgoed wat wij hebben behouden. En waar we nu 18 woningen in hebben gerealiseerd. Dus wij hebben er vooral veel baat bij om juist dat oud industrieel erfgoed, om dat zoveel mogelijk te behouden.